Stel je voor, je bent 3 en je wordt aangekleed, je haar wordt gevlochten. En het ouderschapsplan zoveel mogelijk invullen alsof we al uit elkaar zijn. Je brengt de taart voor ze mee. Help, red mij, SOS, SOS. Wij gaan winnen. Een hele goede morgen. Het is weer donderdag. En welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga zo sporten, dus ik maak nog even mijn drankje. Ik had verschillende smaken geprobeerd van elektrolyten. Maar ik vind deze lekkerst. Blueberry Ice van Extend. Ik koop het bij Body & Fit. Rebecca heeft echt elektrolyten waar je echt heel erg zout proeft. Dat vind ik bij deze dus niet. Er zit wel zout in. Wat is er, schatje? Ja, je bent hartstikke mooi. Nee, we gaan die aanlaten. Waarom ben je... Stel je voor, je bent 3 en je wordt aangekleed, je haar wordt gevlochten. Porridge! Maar goed, deze is dus niet zo heel erg zout. Maar er zitten wel de elektrolytes in, dus... En ik vind het echt wel heel chill en ik drink daardoor gewoon heel erg goed. Omdat ik ook niet overdreven veel plas. Maar ook niet mijn plas helemaal weg blijft, zeg maar. Kijk hoe mooi je bent. Heb je je vlecht al gezien? Nee. Mama heeft helemaal de best gedaan op die vlecht van jou. Heb je vlecht gezien? Oh, hij zakt nu al helemaal uit. Gaat hij met die krullen van haar? Waarom heb ik nou weer een lekbeker? Ik vind een lekbeker. Nou, ik heb gezien. Ja. Jullie zien me straks weer. Ik hoop dat de boodschappen gaan lukken deze keer. Want ik heb dus om 9:30 werkfit afspraak, telefonisch. En om 10:30 moet ik sporten. En het is nu 8:15. En als ik die boodschappen na het sporten moet doen, dan red ik het denk ik allemaal niet. Nou, jullie zien het vanzelf. Ik kan nog maar 13 minuten filmen, dus ik moet opschieten met de boodschappen shoppen. Kaartjes blijkbaar vol. Dat komt omdat ik altijd automatisch verwijderen doe. En dan is mijn camera al uit. En dan druk ik op verwijderen. Maar dan verwijdert die precies niks meer. Goed, oké, let's go. Hot dogs. Tim voor zaterdag. En 2 keer magere melk. Ik heb echt die standaard boodschap hoor. Ik laat het wel elke keer weer zien. Volkoren brood. Hot dog buns. Ze waren er weer. Mijn rijstwafeltjes. Ik heb 2 pakken rucola, want ik heb rucola salade, dus dan gebruik ik bijna een hele zak. 2 en 3 paprika's. 2 komkommers. Geraspte kaas 30+, dat scheelt enorm. 2 bakken Griekse yoghurt, wou ik bij de Nettorama, die hebben wij nu nieuw halen. Maar ik kon niet online vinden hoeveel ze bij de Lidl kosten en of het nou goedkoper was. En het scheelt 10 cent, dus ik had toch beter bij de Nettorama kunnen halen. 10 eieren. Kordaat bier. Dat zijn voor Timmer, jullie weten. Ik drink niet. Pinazee. Dat waren van die dingen. Dat staat dan in de aanbieding. En dan kom je in de winkel en dan staat het niet in de aanbieding. Soms zijn het van die dagaanbiedingen of zo. Dat is goed irritant. Volgende verpakking. Ik heb hier eens een keer de Tesserie. Deze variant. En dan de Tropical. Maiswafels. Dan heb ik kipgeelworst, gebraden en gerookte kip. Ik probeer voor Lia een beetje haar varkensvleesinname in de gaten te houden. Omdat ze ook eens krijgt van buikpijn. Of het daardoor misschien komt. Chocolademelk. Moestkip heb ik kip wat op. Dat is een beetje jammer van deze aanbieding. Dit was wel een aanbieding, kipkat. En Lia gaat, als ze goed haar best doet met dansles, altijd een kipkat vormen van me. Het scheelt natuurlijk enorm, want... Deze 3 verpakking kost evenveel als gewoon eentje bij de kubus zelf. Maar die moeten wel uit het zicht. Dan heb ik normale popcorn. En sweet salty popcorn. Die vind ik ook wel lekker. Deze. Het is ook zo irritant, want bij de Nettorama is hetzelfde als bij de Boni. Er hebben ze heel veel aanbiedingen in de folder staan. Maar het assortiment bij onze winkel is gewoon... RUK. En dus dan hebben ze gewoon heel vaak dingen niet liggen. Dan denk ik, ja, leuk dat de naam er niet is, maar je hebt het niet eens. Dat was dus ook met de chips.
Dat hadden ze er wel, maar ze hadden maar 2 soorten. In plaats van de 4 soorten die online stonden. Aardbeidjes waren er. Ik ben echt trots op mezelf dat ik hier aan dacht. Want ik zag gisteren dat ze bijna op waren. Normaal zou ik dat al lang vergeten, want het stond hier op de lijst. En ik zag het licht, dacht ik, hij niet is. Dus dat. Thuisse wokgroentes. Bananen, dit is dus ook van de nette raam. Dus ik heb geen idee of het lekkere bananen zijn. Maar goed, ze waren vrij groen allemaal nog. Dan heb ik latte macchiato. Karamel. Ik heb Lungo Intenso. En ik heb hier café au lait. Dus ik denk dat ik hier langzaam over ga op de café au lait. Ik ga het proberen met die karamelsiroop. Van mijn taste test video die jullie nog net gezien hebben, denk ik. Misschien ondertussen wel. I don't know. Skier. Skier, skier. Tomaatjes. Ook weer zoiets. Appels. Appels Crips Pink. Dus ik dacht, ja, Pink Lady Pink. Yeah, I don't know. Misschien zijn het hele lekkere appels. Biefstukjes. Wel nat katvoer. Deze hagelslag vind ik fantastisch, want er zitten dus smileys en hartjes in. Ja, het is eigenlijk een gevaarlijk dat ik deze haal, maar goed. Campina kork, een beetje banaan, vleugje banaan. En nog een fristie. En gehakt was wel in de aanbieding, maar niet mager gehakt. Dus ik heb maar gewoon gehakt. Het is niet anders, want dit was maar 5 euro voor een kilo. Kan niet gezond zijn. Oké. Dat was het. Ik zet even het weekmenu hier neer. Wat ik dus nog moet halen is cottage cheese light. Dat was overal bij onze Lidl, hebben ze dat opeens niet meer. Ik moet dus nog even ijsjes voor de meiden halen. En ik moet nog... Ik zei het net nog. Droge kattenbrokken moet ik nog halen. Nou, dan ben ik compleet. Ja, ik ga weer wat TikTok recepten proberen om weer even een beetje een creatief weekmenuutje te hebben. Het is er wat één. En de orso die doe ik altijd maar een beetje nat vingerwerk. Die heb ik al zo vaak op gevoel gemaakt nu. Dat wel meestal wel goed gaat. Dus met een beetje de basisingrediënten kloppen. En ja, dat was het. Ik ga nu even alles inruimen met een filmpje aan. En even snel wat eten. Want ik heb mega honger. Want het is nu ondertussen al 1:15. Dus Tim gaat Solia halen. Maar ik was gewoon gehad later door het werkfit traject. Daar ga ik straks over vertellen. Ik moet echt de eerste beelden inladen en oude beelden verwijderen. Want anders kan ik gewoon niet meer filmen. Oké, tot straks. Lieve mensjes. Stuk is weer terug met opdrachten. Ik ben heel wat uurtjes verder. We zijn alweer bezig. Ik ben alweer bezig met orso maken. En we hebben een gesprek gehad voor uit elkaar. Met onze case manager. Dat heeft wel weer even wat lucht gegeven hoe we dingen moeten gaan aanpakken. Vooral omdat we gewoon nog samen wonen. Dus dat was wel even interessant en handig om te weten. Dus we gaan ook wel vast de berekeningen en alles maken voor de partner en kinderalimentatie. En dan staat dat in ieder geval vast klaar. Dan hoeft dat alleen eventueel aangepast te worden op het moment dat we ook daadwerkelijk aan elkaar gaan. En gaan we de scheiding gewoon doorzetten. Houden we de rekening toch gezamenlijk. Omdat het anders te veel afspraken worden. En het ouderschapsplan zoveel mogelijk invullen alsof we al uit elkaar zijn. Vind ik wel lastig. Maar goed, daar gaan we gewoon even goed naar kijken. En dat we allemaal invullen. Zodat we gewoon even die scheiding kunnen gaan doorzetten. Want ik denk dat dat voor mij best wel veel gaat doen. Qua rust en qua... Ja, ik weet niet, dan is het echt, weet je. Dat vind ik gewoon een fijner idee. Dus daar gaan we mee aan de slag. En, maar het is heel veel documentatie uploaden. Heel veel. Een hele goede morgen. Ik ben vergeten mijn batterij om te wisselen. Ik keek vanochtend en toen dacht ik, oh nou, hij heeft nog 3 streepjes. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nou goed, het is chaos, 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 chaos. Dus ik ga snel even richting Revi. Ik heb een taartje gehaald. Want Rebecca zei dat hij verdrietig was dat ze geen taart had. Dus dat heb ik even snel gehaald. En dan ga ik haar kant op. En dan ga ik naar de body contour. En dan zien jullie me daarna weer verschijnen. Ik voel me gejaagd. En mijn gewicht heeft weer niks gedaan. Terwijl ik gisteren echt heel goed gegeten heb. Maar nu moet ik dus vasthouden, want anders dan ga ik het nu weer verkloten omdat ik denk, fuck it. Niet doen, Sanne. Even volhouden, even er doorheen bijten. Ik breng de taart voor ze mee. 7 tot 8 personen? Ja.
Ja, maar we zijn er nu een soort smash cake fotoshoot van aan het maken. En ze willen een goede hap nog. Oh ja. Wacht, dit, als jij die nou neemt. We zien wel goed dat ze hem zo verpesten. Ja, toch? Dan ziet hij er iets minder appetijtelijk uit. Komt de visite, zeg straks weer een stukje taart. Nee. Ja, sorry. Is lekker? Hoe oud ben je geworden? Wow. Zo, zet hem nu even weg. En jij? Wow! Drie! Nou. Ik ben ondertussen alweer in de sportschool en ik ben alweer klaar. Ik ga even bij de New Yorker kijken voor een outfit voor morgen. En misschien nog even onder de zonbank. Selfcare dagje noemen we dat. Mijn heupen. Je ziet het nu al helemaal blauw worden. Het deed zoveel pijn. En ik moet gewoon nog een keer. Nog een paar keer, denk ik. Altijd als ik net van die zonnebank afkom, dan ben ik helemaal rood. Maar jullie zien me überhaupt niet. Hallo? Op beeld valt het wel mee. Maar soms zie ik dan in de edit en dan valt het helemaal niet mee. Maar goed. Ik ga weer naar huis. Die komt zo omhoog. Ga ik Solia halen. Alleen ik had beloofd haar op de fiets te halen. Maar door die body contouring op mijn billen en mijn heupen. Ik ben bang dat het vet zeer doet om te fietsen. Maar goed, we shall see. Jullie zien mij straks. Ik was opeens heel erg bewust dat iemand op een balkon zit te kijken. Ja, joehoe. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en vaderdag. Niet officieel. Omdat ik vanavond natuurlijk uitga, ga ik niet morgenochtend met de kinderen voor Tim een ontbijtje maken. Dat trek ik niet. Dus ik zei van, vind je het dan erg, dan doen we het een dagje eerder. Nou, voelt het niet erg, anders had hij ook weg. En dus dat gaan we nu eventjes doen. Tenminste, de kinderen hebben het koud en die hebben geen zin. Maar die hadden natuurlijk op school wat gemaakt. Dus ik ga dat nu even prepareren. En dan leg ik hun vaderdag cadeautjes er mooi bij. En dan vind ik het helemaal Gucci. Nou. Night, best ex-wife ever. Vergeet elke keer die accu te wisselen. Oh, kut. Kijk, zo beeld zie je mijn kleurtje in mijn gezicht. Alsof ik weer leven heb. Wij zijn ondertussen aangekomen in het centrum. Ik heb heel erg zin in kibbeling, dus we gaan even kibbeling halen. En even een vaderdag cadeautje voor de pa van Tim. En ik denk dat ik voor de zekerheid even iets van een poncho haal voor vanavond. Want er staat steeds, het wisselt steeds. De ene keer is het droog en de andere keer is er opeens wel weer regen. Dus ik weet beter een poncho in je tasje hebben dat ik het aan kan trekken dan niet. Goed verhaal. Al je bandenspanning zegt hij. Of heb je dat zelf zo ingesteld? Wat? Dat je bandenspanning ziet. Ja. Oh, oké. Gelukkig. Ik schrok al. Omdat je het laatst zei toch. Nou, nu hopen dat er een parkeerplek is. Want blijkbaar is er ook... Ja, Jordaan is alleen 's avonds. Dus ik zou niet weten waarom het zo tandjes druk in de stad is. Want deze parkeergarage heeft zeg maar wel dubbele vakken. Maar die zijn zo klein dat je eigenlijk... Dat kan eigenlijk niet. Ja, als je schade wil aan je auto. Koelmelk. Ja, maar dus geen koemelk. Dat is van mama de melk. Voor jou en voor Lia was dat. Nee. Nou. Kibbeling. Hey. Ik wil dansen. De meid gaat zich even omtoveren, dus. Zo jammer dat hij dan niet scherp stelt. Oké. Okay. Ik ben in vlog niet helemaal soepeltjes. Maar goed, iedereen is nu onderweg. Ik heb al eten besteld, dus ik sta nu voor de deur te wachten. Alleen ik was even vergeten dat mijn voorlamp het niet doet. Dus daar moet ik nog eventjes een oplossing voor bedenken. Dus misschien moeten we dan straks toch eventjes bij Tim de auto gaan wisselen. Anders wordt het denk ik een beetje lastig. Ja, nou ja, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval vette honger, dus ik hoop dat het eten een beetje snel komt. Oké. Okay. Gewoon even sfeershotjes. Stop toch met praten. Ik zeg je maar praten. Ik bemoei niet. Help, red mij. SOS, SOS. Zijn jullie wel eens in die Van de Valkamer geweest? Zandkamer met jacuzzi, zwemmen en zo. Laat je zien!
Mijn lieve vriendinnetjes werden heel erg honger. Ik drink natuurlijk niet. Dus ik heb ze thuis gebracht. En ik heb daar de chaos opgeruimd. En ze op bed gelegd. Met een teltje. En een glas water. Ik heb nu zelf even een broodje pindakaas gegeten. Ik was aan het babysitten. Het was een babysitavond. Ik zei ook tegen Rebecca, ik mis je. Maar op dit soort momenten denk ik wel, ik ben echt blij dat ik niet drink. Het was wel heel erg gezellig, maar ik heb echt helemaal niks gefilmd. Dus sorry daarvoor. En jullie zien me morgen weer. Goedemorgen. Ik heb een ontbijtje gemaakt met heel weinig kruisli van het van Rebecca, maar goed. Het is ondertussen al bijna 11:30, maar ik ben nu pas in staat om de camera te pakken. Tenminste in staat, ik had gewoon geen zin. En de meiden liepen weer raakt rond. Die gaan straks met Tim even langs zijn vader om vaderdag cadeautje te brengen. Of opadag noemen we het nu maar, omdat we gisteren al vaderdag vierden, dus dat vindt Lia anders verwarrend. Ik ben toch best wel kapot. En ik heb niet eens gedronken, dus ik heb medelijden met die meiden. En als hij dan straks met hun naar zijn vader is, dan ga ik denk ik even lekker mijn haar wassen. Want die ga ik zo even in de olie zetten. En chillen. En dan vanavond is de eerste Nederlands elftal wedstrijd. Daar heb ik ook wel heel erg zin in om te kijken. Nou, en dat was het weer eventjes voor nu. Aju, een paraplu. Ik ben... Je papa aan het helpen? Ja, ik krijg goede hulp hier. Op haar legging zit een unicorn. Zo, mijn camera heeft moeite met deze kleur oranje. Ja. Jeetje, ik geef ze wat licht. We moeten oranje aan van onze kinderen. Want het SWK is, hoe zegt ze het? Ze zegt het niet zo goed. Maar goed. Dus ik heb... Bak met oranje gepakt. Hup, Holland. Hup. Nou. Mama. Ja. Jij deze strik? Nou, mooi. Jij moet die strik. Oh, die strik is kapot. Die moeten we even opnieuw lijmen. Het is zojuist nog mooier geworden. Jij bent aan. Gezondheid. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Dit is jouw vlag. Wat is het? Oh, wil jij hem op? Ja. Nee. Oké, sorry hoor. Wat is er met mijn muur gebeurd trouwens? Waarom heb ik allemaal witte vlekken op mijn muur? Maar goed. Wie gaan er winnen? Wij! Stort naar aarde. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. Wij gaan winnen, mama. Wij gaan winnen, toch? Wij gaan winnen! Lieve mensjes, deze vlog wordt erg kort, zag ik al, dus sorry. Ik maak het goed door een vanmiddag om 4 een nieuwe productenvideo online te zetten. Dus dan hebben jullie 2 video's op 1 dag. Ik denk dat deze misschien maar een kwartier wordt. Dus. Ik ga nog even wat sokken bij elkaar zoeken en mijn nest in. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Druk dat duimpje omhoog als jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende. Lieve mensen.